radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Nou Henk, Dickie Woodstock is geopend. Ja, het is weer los jongen, heerlijk. Eindelijk, nog een jaar lang wachten. We gaan er weer ding aan, hartstikke mooi. Is het zwaar dat jaar wachten? Nou ja, goed. Ik heb meestal altijd enorm veel voorpret. Met, met de programmering, met de line-up commissie en bellen en doen. En ik kreeg allemaal tips. Kijk, met voetbal heb je scouts. Die gaan dus de jonge spelers een beetje scouten. Maar met Dickie Woodstock heb ik wel denk ik wel 1000 scouts. Hè? Om te kijken van bandies, oh, allemaal tips en zo. Dus, En daar put je natuurlijk gigantisch uit met 5 tenten dit jaar. Ja, nou ja, goed. Ja, hoe moet ik het zeggen? Dickie Woodstock is eigenlijk voor jong en oud, voor een vrij breed publiek. En ik probeer wel voor iedereen dat ze hun die smaak muziek kunnen hebben. Wel. Dus we hebben eigenlijk een brede schaal van muziek. Wel. Van metal tot André Hazes, van country tot aan de Boom Boom tent. Ja, het is van alles wat. Wat is jouw persoonlijke favoriet dit jaar? Mijn persoonlijke favoriet? Ik denk de band die speelt nu al. Dat is New Kick in Town. Dat is een Eagles cover band. Die wil ik eigenlijk wel hem zien. Nou ja, ik vind het doe maar om die te zien. Dat vind ik ook geweldig natuurlijk. Dat is eigenlijk ook de grote headliner dit weekend. En ja, Ron Hersen, dat is ook zaterhand. We hier na 5 jaar wachten dat ze dan toch terug gaan komen. En dat vind ik ook helemaal geweldig. Ja, want ze hebben natuurlijk wel destijds de Benefiet show gedaan in de gemeente. Maar ja, ze zijn nu echt hier eindelijk in de tent weer. Ja, dat klopt. Ik heb ze daarna wel eens een paar keer weer gepolst. Maar door vakantie of andere omstandigheden kon ze niet. En dus nu op de 29e Dickie Woodstock zijn ze weer na 5 jaar. En dat vind ik wel helemaal tof. Kom je er nou een beetje aan toe om even bij die mensen te kijken? Tussen alle werkzaamheden door? Nou, meestal zie ik met de opening de eerste band en zaterdag de laatste band. Maar ik probeer altijd wel overal heen wat te kijken, te doen en te kijken. Dus ja. Ja, ik voel me toch wel een klein beetje een soort vaderfiguur. Hè. Hier, je moet toch een beetje oppassen. Dus, En nou viel me net op bij de opening met GL Security dat je nog heel specifiek aandacht zocht voor alcohol en het verkeer. Ja, nou ja, goed. We lusten allemaal wel een biertje of wat anders. En nou ja, ik vind het eigenlijk, het kan eigenlijk geen kwaad om dat zo vaak mogelijk te gaan noemen. Wel. Want eigenlijk verkeer en alcohol, dat kan gewoon niet samen. En op Dickie Woodstock, dat is een van de ellendige feesten. Door, ja, op een gegeven moment dan drinken ze daar zoveel bier. Maar ze vinden het nog zo gezellig en dan drinken ze nog meer. En dan hoop ik wel dat ze allemaal veilig thuis komen. Op de fiets of met de taxi of wel. Dat ze maar weggereden worden. Laten we daar ook dit jaar weer voor duimen. Ik wens jou heel veel plezier en veel succes. Ja. En we spreken elkaar ongetwijfeld later nog. Nou, hartstikke mooi. Hey jongens en feesten. Kalleman. Yo.